De Nationale Vrouwenbeweging, NVB, heeft vandaag een minibeurs gehouden om startende vrouwelijke ondernemers een platform te geven. De minibeurs is gehouden op het terrein van de SPA aan de Fred Derbystraat. Volgens Eline Graanoogst, voorzitter van de NVB, is deze beurs een initiatief van een van de deelnemsters. En als NVB ondersteunen we elke goede aanzet van vrouwen die zichzelf op de kaart willen zetten, zegt Graanoogst. Ze geeft aan hoe de vrouwen worden begeleid in het proces hun onderneming te starten. Je hebt een nieuw product ontwikkeld, je hebt een handelsmerk. Is dat merk ingeschreven? Hoe moet je dat doen, de procedures? Je wil een onderneming starten. Wat zijn eigenlijk de pitfalls, de problemen, de hindernissen en wat zijn de mogelijkheden wanneer je een ondernemer opzet? Waar moet je aan denken? Hoe ga ik mijn kostprijs bepalen van het product? Kijk ik naar een ander product en ik zeg nou ja, ik denk dat ik daar moet zitten. Dus al dat soort kneepjes en eigenlijk ook een stukje zakelijkheid. Hè? Want kijk, mensen kunnen wel een talent hebben. Je kunt het wel omzetten, maar om die economische activiteit te ontwikkelen heb je niet alleen maar talent nodig, maar je hebt ook kennis en kunde en deskundigheid nodig, toch? En dus dat is het traject dat we willen gaan inzetten. We hebben bijvoorbeeld hier gemerkt vandaag dat mensen hebben een product, maar ze weten niet eens dat ze hun handelsmerk moeten registreren. En als iemand jouw product ziet en de naam van jouw product ziet en de persoon vindt dat een leuk ding, nemen ze het over en dan ben je jouw handelsmerk kwijt. Initiatiefnemer Hanna Anijs is van mening dat als iemand een gave heeft, die tot bloei moet komen. Anijs is een ervaringsmens en ze vindt het prettig om anderen te helpen. De jongste onderneemster op de beurs is Faith Sparkslede van Sefania's Secret Period Kit. Haar moeder vertelt hoe ze op het idee is gekomen voor haar kit, doordat zij zich schaamde. Waar ik uit ben gegaan, is dat elk mens, en in deze, elke vrouw, iets gehad heeft, een gave gehad heeft van God. En deze gave moet gebruikt worden. We praten vaak over een talent. Toch? Gebruik je talent. En ik heb een keer een cursus gevolgd. En het idee is geboren geworden om vrouwen te triggeren om zelf iets te gaan doen. Sefania's geheimpje. Sefania is met een ervaring naar huis gekomen eens. En waarbij ze een vriendin heeft meegemaakt die nogal pech had en de periode op school kreeg, of de menstruatie op school kreeg. En het was niet zo fijn om dat mee te maken met haar vriendin. Dus kwam ze dan naar huis en vroeg ze van ma, helpt u mij dat mij nooit overkomt? Dus is ze zelf op onderzoek uitgegaan en heeft ze dan zulke tasjes gezien, wat mensen maken op het internet. En is ze met het voorstel gekomen of heeft ze de vraag gesteld, zou je zo een tasje voor mij kunnen maken? En hebben we dus restjes stof bij de modiste gezocht. Zijn we aan de slag gegaan. En dan heb je dan zo'n periodetasje, waarin alles zit dat ze nodig hebben voor hun periode. Dat bestaat dan uit een spray, alcoholspray, een maandverband, inlegkruisje en een pakje tissue om naar het toilet mee te kunnen gaan. Kunnen ze lekker in een schooltas stoppen en hoeft niemand te weten wat ze precies gaan doen bij het toilet. Een bijdrage was dat van ATV-verslaggeester Sifra Goudland. De eendaagse minibeurs duurde tot 4 uur vanmiddag. Maar de Nationale Vrouwenbeweging hoopt heel gauw nog zo'n evenement te organiseren.